want je weet niet hoe lang dit gaat duren. En ik denk dat die vluchtelingen ook graag bij elkaar zitten. Die spreken onze taal niet, die willen ze waarschijnlijk wel snel leren. Maar je maakt ze er niet gelukkiger mee om ergens in het boerenland op de hooizolder te mogen slapen. Ik heb een kleinzoon, die woont in Brussel. En die woont samen met een Oekraïense vrouw. En die doen dus heel veel, die halen heel veel mensen uit Oekraïne weg. En daar helpen wij dus ook mee om daar dingen naartoe te brengen. En ja, kijken maar, onderdak voor ons. Wij wonen zo dat ik dus mensen geen onderdak kan geven. Als ik de ruimte voor had, wel. En dat is de reden dat u het niet doet? Ja, ik kan er me best in denken. Dus als je vreemde mensen over de vloer hebt, dus, en je weet niet wat je krijgt, hè. Er zit een goede tussen en een slechte, dus dat heb je in Nederland ook. Ik denk het niet, want ik heb daar geen ruimte voor, helaas. Dat beperkt de mogelijkheden. Ja. Aan de ene kant wel, maar van de andere kant is het zo, we hebben op het moment de jongste zoon, dat is een Mongooltje, en die verzorg ik helemaal nog. Dus wat dat betreft heb ik nog wel best wel een taak. Ja, ik zou er bereid toe zijn, mits mijn situatie dat toelaat. Dan moet je ook wel weer nuchter zijn. Ik vind als je zo iemand opvang biedt, moet je het ook kunnen waarmaken. En daar wil ik er ook goed voor zijn. Als er niet te veel zijn, zou dat in principe kunnen. Maar we hebben daar eigenlijk niet de plek voor. Ja. Ik kan het heel goed begrijpen. Hè? En ik denk ook dat het toch eigenlijk van korte duur moet zijn. Het is vreemd dat het land al 25, 30 jaar bestaat. En dat dat nu nog steeds speelt eigenlijk. Dat Rusland die landen allemaal terug wil hebben. Wat vindt u ervan dat zoveel mensen op de vlucht zijn? Nou, verschrikkelijk. Vreselijk. Ja. Iedereen vindt dat vreselijk. Soms lijkt de hele wereld op drift. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ook wat daar gebeurt. Het is toch niet normaal. Die man die spoort gewoon niet. Dat en toch voltrekt het zich allemaal. Ja, ik vind het heel erg. Er zijn mensen die hebben het aangeboden om mensen uit Oekraïne op te vangen en onderdak te geven. Maar die zijn daar ook op teruggekomen. Begrijpt u dat? Dan ga ik liever een gift geven dat mensen die er net iets meer aandacht aan kunnen besteden om dat te doen eigenlijk. Maar er zijn een heleboel mensen op de vlucht. Ja, oh ja. Ik vind, het is verschrikkelijk. Ik zou haast zeggen, ik bid er dagelijks voor dat het mag stoppen. Ja, dat klopt. Maar we zijn toch niet gewend eigenlijk om die Oostbloklanden. Want voor mijn gevoel was het er allemaal wel rustig. We zijn er ook geweest zelf. Ja, we zijn in de Baltische Staten geweest, we zijn in Moskou geweest, wat dat betreft. En als je in Moskou komt, dan hoe lang geleden? Denk ik, 15 jaar geleden? Ja, zoiets. Ja, als je in Moskou klopt, het is gewoon Europees, de stad zelf. Met platteland is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Misschien was dat wel een argument van de huidige president van Rusland om te zeggen, het wordt me allemaal een beetje te westers. Dat zou kunnen. Dat denk ik wel. Dat denk ik van wel. Als je in Moskou of in Sint-Petersburg komt, ja, al wat we in Nederland zien, aan winkels en doen, maar het is er allemaal. En dat zou wel kunnen natuurlijk. Maar in het verleden, ja, die was dat min of meer voor. He? En dat is natuurlijk, en dat moet nu teruggedraaid worden, volgens Poetin. Ja, en dat zal niet makkelijk zijn. Maar ook met het risico dat ik u volgende week misschien niet meer tegenkom. Dat is geen verlies. U zou het risico wel willen nemen? Nou, ik denk niet dat hij zo gek is om een atoombom te gooien. Want dan krijgt hij er onmiddellijk één terug. En misschien meer dan één? Ja. Soms lijkt de hele wereld een beetje op drift met alle mensen die om wat voor reden dan ook hun land ontvluchten. Ja, daar ben ik roerend met u eens. Ik vind het allemaal heel verschrikkelijk, maar ik vind dat wij er zo weinig aan kunnen doen. We proberen het wel, maar het is allemaal, ja, maar als we dit doen dan gebeurt er dat en als we dat doen dan gebeurt er dat. Dat vind ik dus allemaal, En dan voelen we ons misschien een beetje machteloos? Ja. Dat gevoel heb je echt. Ja. Ik hoop dat alles ellende gauw voorbij is, hoor. Ja, begrijp ik wel. Want ik denk dat er gewoon mensen zijn met een goed hart. Die dat eigenlijk ook in hun hart willen. Maar later dan nadenken en denken, oh ja, ik heb toch misschien te snel geoordeeld. En ik, ja,
op zich is het wel goed om er even over na te denken als je zo'n vraag krijgt. Want het is natuurlijk niet zomaar iets. Je moet wel bewust weten wat je aangaat, ook als je zelf kinderen in huis hebt. Dus, maar ik snap dat wel, maar ik denk dat het dan wel goed bedoeld is. Ik ga altijd van het goede uit, van de mens.